Als je uit Groningen komt, dan weet ik 100% zeker, de 4 mijl van Groningen, die ken je. Dat is dé hardloopwedstrijd. Het is, zelfs al kom je niet uit Groningen, niet uit het noorden, ken je hem waarschijnlijk nog. En ik was uitgenodigd om hem te gaan lopen voor Kids United. En nou niet omdat ik nou zo'n talent voor hardlopen heb. Dus ik dacht, waarom niet hooghouden? Goedemorgen, Nederland. Hey hoi, goedemorgen met Tom Vechter. Hey. Nee, sorry, ja, ik heb het allemaal volgelegd, maar helaas. Oké. Lijkt me wel gewoon nog steeds leuk om te lopen, als dat nog steeds mogelijk is. Ja, zeker. Via de link die ik ook mee heb gestuurd, dan kun je aanmelden met die code om dan deel te nemen aan de charity run. Oké, top. Nou, super. En dan zit je sowieso achter de koper. Is goed. Dank. Leuk. Oké. Succes. Hoi, hoi. Zoals de naam het al zegt, de 4 mijl van Groningen is 4 Engelse mijl lang. Dat is iets meer dan 6 kilometer. En hardlopend is dat dan knap. Hooghouden wordt al een stukje moeilijker. Maar als het ook nog eens niet mag. Ja, we moeten een plan hebben. Ik heb even opgezocht en dit is de plattegrond hoe we gaan lopen. Daar is de start. We starten in Haren. Dan ga je eerst naar het gemeentehuis en weet ik veel, krijg je je shirtje. Kun je de dingen allemaal even handschudden en zo. Maar dan gaat het beginnen. En dan loop je dus uiteindelijk naar de vismarkt. Aan het begin van die, daar zal het super druk zijn. Dus daar kunnen we sowieso niks uithalen. Kijk, vanwege de veiligheid mag je geen bal meenemen naar de start. En dat snap ik. Niemand heeft iets gezegd over als je een bal aangooit naar de start. Wat nou als ik aan de start gewoon een beetje rustig aan doen, zodat ik een beetje achterloop. En dan wordt het wat rustiger, dan loop ik het hoekje om. En dan moet jij mij de bal aangooien. Als je daar gaat staan. En dan hopen dat niemand ons uit de wedstrijd gooit. Maar ik denk dat dat het plan is. Oké, 4 mijl, dat is 6,4 kilometer. Dat is geen grap. Ja, je moet je ook gaan voorbereiden. Oké, let's go. We staan nu klaar, hier voor de start, en dan gaan we rennen. Rennen, een soort van. Ik ben echt benieuwd. Oh, ik heb echt zenuwachtig. Ik moet ook de hele tijd al naar de wc. Ik weet niet zo goed waarom. Ik doe zulke plasjes, dan ben ik weer weg. Zenuwplasjes. En dan klinkt het startschot. En dan ben je weg. Over die streep en dan is er geen weg meer terug. Ik had met Christian afgesproken, hij zou een stukje verder om de bocht, zou hij de bal aangooien. En vanaf dat moment gewoon hooghoudend verder gaan. En ik was kapot zenuwachtig. Mijn hart bonste in mijn keel, in mijn nek, overal waar je het niet wil hebben. Maar ja, je moet gaan. Je moet vanaf dat moment gaan. En dan maar hopen dat je er niet uitgegooid wordt.
zat ik natuurlijk vol adrenaline, was ik nergens mee bezig, alleen maar oké, ik moet hoog houden en er niet uitgekikt worden. En na een tijdje begin je te merken dat het echt wel verder is dan je denkt. Het is echt wel zwaar, je hoort maar een paar keer roepen van ben ik er al aan het publiek. Zijn we er al bijna? Ja, dank. Ben er nog niet, hè? Hoog houden de hele tijd. Het was echt heel ver. Maar dan weet je maar dat er één ding is, je moet die finish halen. Je kan niet halverwege stoppen, naar huis gaan, janken thuis. Je moet gewoon naar die finish toe. Eén doel, naar die finish. Was verder dan ik dacht. Ja? Kunt u ook boks geven? Dan heb ik de energie. Kom. Kom, tik hem maar. Yes. Nou, kom op. Yes. Hoe is het laatste stukje? Ik doe het voor jullie. Zeg niet, jongen. Nee, dankjewel. Dankjewel. Oh, geen idee. Ik weet niet eens waar ik ben. En eindelijk was ik bijna bij het eind bij Herenstraat, dan weet je, dan is het nog maar een heel klein stukje. Gaat een beetje omhoog en dan staan er overal mensen langs de kant. En de kans wordt gewoon steeds groter dat iemand je eruit gaat bonjouren. Daar staan allemaal van die spierbonken, staan daar te checken of alles wel goed gaat. Die houden het publiek aan de kant. Maar ja, die kunnen net zo goed mij eruit gooien. En dan moet je nog dat laatste stukje. En links, rechts kwamen mensen voorbij chasen en die wilden allemaal sneller dan ik. Maar ik had maar één doel, ik moet die bal gewoon hoog houden tot de finish. Zijn we er al bijna? Yes! Knap hoor! Dankjewel! 4 meter naar ze toe, hè? Oké dan! Hey! Dankjewel! Oh, stop! Nou, nu natuurlijk dat er een foto moment. Geweldige toetjes. En zo kwam hij dus ook over de finish, hè? Ik wist niet hoe ver het was. Dit is mijn eerste 4 mijl. Ik doe normaal voetbalshows, et cetera. Alleen ja, dit had ik nog nooit gedaan. Maar ik heb het hele stuk hoog gehouden. Dus, en de reacties van het publiek is FedEx. Allemaal juichen. Het is gelukt, dankjewel. Het is gelukt. Ik ben gefinished. Volgens mij heb ik er langer dan een uur over gedaan. Maar goed, ik heb gewoon hoog gehouden. Het is gewoon gelukt. En vond dat toch deze bad boy show hier zo? Ik denk wel dat we de eerste zijn die dit gedaan. Ja toch? Ik denk het wel. Ik ben wel helemaal kapot. Mijn rechterbeen is eraf. We gaan nog even een drankje doen, denk ik. En dan vissen. Het is me gelukt. Ik heb hem gefinished. Ik heb hooghoudend de 4 mijl gelopen. En ik denk wel dat ik de eerste ben die hem hooghoudend heeft gedaan. Ik ben blij dat ik het gehaald heb. Laat even weten. Moet ik de volgende keer een marathon doen? Laat het weten. Dank voor het kijken. Later.